En tijdens de heersende griepepidemie is het erg belangrijk er een goede handhygiëne op na te houden. Hiermee kan verspreiding en besmetting worden voorkomen, zegt voedseltechnoloog Ricky Stuttgart. Het influenzavirus tast volgens hem vooral de bovenste luchtwegen aan. Stuttgart wijst er verder op dat tegen een virusinfectie er in principe geen medicijn is. De eventuele middelen die worden voorgeschreven zijn om de pijn te verzachten en de groei van het virus tegen te gaan. Het is de weerstand van het menselijk lichaam die het probleem moet oplossen, benadrukt Stuttgart. Het is jouw weerstand die we daar om een boost moeten geven om het probleem dat er is te verhelpen. En dat doe je dus onder andere met vitamine C, sap, omdat vitamine C, dat zorgt ervoor dat je weerstand een boost krijgt. Verder wil ik adviseren dat ze een vitamine B-complex moeten gebruiken, omdat vitamine B-complex ervoor zorgt dat je organen goed door blijven functioneren. Het is namelijk zo dat je eiwithuishouding, je vethuishouding, je een mineralenhuishouding, je vitaminehuishouding in je lichaam moeten blijven functioneren. Waardoor je dus je lichaam sterk genoeg is en sterk genoeg wordt om dan antistoffen te produceren tegen dat virus. Er zijn groepen van mensen die extra vatbaar zijn voor dit virus. Kinderen jonger dan 5 jaar zijn kwetsbaarder omdat hun weerstand nog niet voldoende ontwikkeld is. Ook mensen boven de 60 jaar zouden extra voorzichtig moeten zijn, omdat hun weerstand met de jaren afneemt, zegt Stuttgart. Daarom is tijdens deze periode handhygiëne heel belangrijk, benadrukt hij. En dan kan het dus zo zijn dat als je dus niet de nodige voorzichtigheid betraagt, dat je dus een ziek kan worden. Mensen die griep hebben, wil ik adviseren, 1, om wegwerptouwels te gebruiken. Omdat als je een wegwerptouwel gebruikt, je snuit en je gooit het weg. Als je zakdoeken gebruikt, dan ben je bijvoorbeeld aan het snuiten en eigenlijk doe je voor je snuit, waardoor je jezelf steeds weer infecteert. Maar ook je loopt met een zakdoek rond, waarin dus dan die eventuele virussen aanwezig kunnen zijn en dan ga je andere mensen aanraken. En wat ontzettend belangrijk is in het geval van dit virus, is handhygiëne. Hygiëne is belangrijk, maar handhygiëne is van eminent belang. Als we dus in voldoende mate onze handen reinigen en desinfecteren, dan is de kans klein dat je kan infecteren. En wat je ook moet doen is dat als je je handen niet in voldoende mate gereinigd hebt en gedesinfecteerd hebt, ga niet met je vingers in je ogen, in je neus, in je mond, in je oren, je geslachtsdelen. Omdat een virus heeft die slijmvliezen nodig om in je lichaam binnen te komen. Dus dat soort zaken moeten we allemaal rekening mee houden. Ricky Stuttgart, voedseltechnoloog. Hij sprak over de griepepidemie die momenteel heerst en de belangrijkheid van handhygiëne daarbij.